deze nieuwe video. Ik had de hele intro al gedaan. Ik was al begonnen met oogschaduw, zoals je kunt zien. En toen kwam ik erachter dat mijn camera niet aan stond. Dus ik begin weer helemaal overnieuw. Nou, vandaag heb ik weer een leuke extra video. Zoals veel mensen al weten, heb ik een samenwerking met Ethos. Waarbij ik dus elke maand één keer een video maak in samenwerking met hun. En die plaats ik altijd als extra video. Vandaag is het een extra leuke video. Want vandaag gaat het over de Ethos Holiday Collectie. Dus de feestdagen collectie. Het is allemaal super mooi. Het is allemaal zo goud met van die bloemen. Ik vind het er echt prachtig uitzien. Het is ook allemaal heel betaalbaar. Want het is Ethos obvious. Ethos brengt elk jaar zo'n lijn uit. En hij is er maar heel eventjes. Dus als je hem wilt, pak hem snel, want hij is er alleen maar met de feestdagen. En ja, ik ga gewoon vandaag alle make-up opdoen en testen. Dat ik samenwerk met hem betekent niet dat ik niet eerlijk ben. Vind ik iets goed, vind ik het goed. Vind ik het niet goed, dan is het niet goed. Het is nou eenmaal gewoon hoe het is. Ik ben wel echt heel erg benieuwd, want ik vind er allemaal al wel heel mooi uitzien. Vergeet dus niet alvast te liken en te abonneren en dan gaan we snel door met de video. Ik heb niet genoeg make-up voor een full face, dus de basis heb ik al gedaan. En dat houdt in foundation, concealer en afgepoederd. En mijn wenkbrauwen. En ik ga gewoon meteen beginnen met ogen. Ik heb hier een face paletje van de Ethos. Super mooi. Allemaal weer zo goud en met die bloemen. En dit is dan het paletje. Er zitten 4 oogschaduwkleuren in. 2 blushjes en 1 highlighter. Maar ik ga het gewoon allemaal gebruiken voor de ogen. Ik vind de kleuren heel mooi. Zo mauve roze. En ja, ik was al begonnen met de ogen. Super irritant dat het niet is opgenomen. Maar het enige wat ik had gedaan was deze highlighter kleur. Deze beetje licht roze glanzende kleur heb ik onder mijn wenkbrauwen gedaan. En ik heb deze blushkleur gepakt. En in mijn AK kaderboog gedaan met deze grote fluffy kwast. En ik was er nog mee bezig toen ik erachter kwam dat de camera niet aan stond. Dus ik maak het even snel af. Dit is gewoon een matte kleur. Ik vind hem heel erg mooi. De enige matte kleur in dit paletje is deze. De rest is allemaal glanzend. Dat vind ik wel een beetje jammer. Want dan heb ik niet echt goede kleuren voor in mijn arcadeboog. Want ik hou niet van als er glanzende kleuren in mijn arcadeboog zitten. Maar ja, we gaan er gewoon iets van maken. Dat doe ik altijd. Dan pak ik deze hele mooie bruine glanzende kleur. Ik heb mijn kwast nat gemaakt met MAC Fix Plus. Dat doe ik altijd bij glanzende kleurtjes. En deze breng ik aan over mijn hele ooglid. Ik ga vandaag voor een smoky look. In mijn vorige video van de Ethos heb ik allemaal make-up getest van hun normale lijn. En ik was toen zo onder de indruk van het oogschaduwpaletje. Als je die video nog wilt zien, klik even hierboven. Dat oogschaduwpaletje was zo mooi. Dus ja, ik vind hun oogschaduw echt toppie. En nu ik dit aan het opdoen ben, vind ik het ook al heel erg mooi. Ik had het wel iets meer glanzend gewild, maar dat ben ik gewoon. Ik wil altijd glans heel heftig hebben. Dit is toch iets meer degelijk, als ik het zo kan noemen. Maar ik vind het wel heel erg mooi. Dan met een kleine fluffy kwast waar ik niks op heb gedaan, ga ik het een beetje bij de randen uitblenden. Er is wel fallout. Als dat je boeit, dan weet je dat bij deze. Mij maakt het niet echt uit. Dan pak ik deze donkere paarse kleur met dat penseelkwastje van net waarmee ik heb geblend. Ga ik dit in de buitenste ooghoek een beetje aanbrengen. En een beetje naar binnen blenden. En ik ga ook met die kleur een beetje in mijn arcadeboog. Ik ga niet te hoog. En ik ga echt ook helemaal naar binnen met die kleur. Ik heb verder geen kleur meer gepakt. Maar gewoon met wat er nog een beetje op mijn kwast zit, breng ik het ook naar binnen. En dan pak ik een schone kleine fluffy kwast. En dan ga ik het gewoon allemaal uitblenden. Dan pak ik weer deze blushkleur met die kleine fluffy kwast. En daarmee ga ik het nog beter uitblenden. Af en toe moet je gewoon een andere kleur erbij pakken om het beter te laten blenden. Als het niet genoeg meeblendt. Even een beetje de fallout weghalen. Dan pak ik weer deze blushkleur. En met een klein penseelkwastje, echt een hele kleine, ga ik die ook aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Oh, ik heb ook helemaal niet verteld. Dit paletje is 8 euro. En dan pak ik ook weer die donkerpaarse glanzende kleur. En daarmee ga ik ook over mijn onderste wimperrand. Maar ik blijf nou ietsje dichter bij de wimpers. Wow, ik vind het echt super mooi. Het is echt zo'n paarsige look geworden. Was niet echt mijn bedoeling, maar ik had überhaupt niet echt een bedoeling. Ik dacht, ik begin gewoon en we zien wel hoe het gaat. Omdat ik het allemaal toch iets beter wil blenden. Want ik heb het gevoel dat die paarse kleur, die donkerpaarse kleur, nog iets te streepachtig is. Pak ik weer een beetje van die kleur op deze fluffy kwast. En dan ga ik het gewoon daarmee uitblenden. En wat ik dan ga doen, gewoon omdat ik elke kleur wil gebruiken, dan pak ik deze kleur. Ik pak die gewoon met mijn vinger. Dit is een beetje een... Wat voor kleur is dit? Ik weet niet eens wat voor kleur dit is. Wie heeft een goede naam voor deze kleur? Let me know in de comments. Deze doe ik gewoon zo in het midden van mijn ooglid om het allemaal een beetje te verlichten. Het is een beetje een grijsbruin of zo.
En dit doe ik gewoon zo een beetje wild op. Het hoeft allemaal niet netjes. En dan pak ik een beetje van die highlighter kleur. En die breng ik aan in mijn binnenste ooghoek. Dit doe ik ook altijd om, om de look iets frisser te maken. Ik vind het toch wel mooi als er daar een glansje zit. Nou, dit is dan de ooglook van iets meer dichtbij. Ik heb letterlijk elke kleur in het paletje gebruikt. Zelfs allebei de blushes. Ik vind het een hele mooie look geworden. Het lijkt een beetje op mijn andere Ethos look. Maar ja, de paletjes lijken gewoon best wel veel op elkaar. Ik vind het wel mooi. I like it. Wat ik ook heel fijn vind, is dat er ook een spiegeltje in zit. Super fijn. Voor maar 8 euro. En met een spiegeltje erbij. Ik vind het echt een heel fijn paletje. Ik ga nog de blushjes straks ook gewoon oprecht als blush gebruiken. Maar we gaan eerst even de ogen afmaken. Ik heb verder geen eyeliner van deze lijn, want die hebben ze niet. Dus ik gebruik even mijn NYX matte eyeliner om een wing te maken. Oké, nou, ik heb wel een mascara van deze lijn. En dat is gewoon de Ethos Volume Mascara. Ook weer die super mooie verpakking. Wat mij ook hier opvalt is dat de bloemen oprecht een beetje 3D zeg maar erop liggen. Je kunt ze gewoon erop voelen. Het is niet allemaal gewoon één laag. Dat vind ik wel echt heel apart. Heel leuk gedaan. Ik vind het ook knap dat ze dit soort verpakkingen kunnen maken voor zulke lage prijzen. Deze mascara is maar 5 euro. Ook dat is een vrij normale prijs voor een Ethos mascara. En zo ziet de applicator eruit. Het is zo'n plasticky applicator. Ik vind dit soort applicators meestal wel fijn. Dus ik ben benieuwd. Ik ga hem gewoon even opdoen. Zoals veel mensen ook alweer weten. Ik heb niet veel wimpers. Maar ik kan toch altijd wel een beetje beoordelen wat ik ervan vind. Mijn favoriete nummer 1 mascara is de Benefit Bad Girl Bun Mascara. En deze doet mij heel veel denken aan die. Die mascara is 30 euro. En ja, niet iedereen wil zoveel geld besteden aan een mascara, inclusief ik. Dus het is wel fijn als je een goedkopere versie kan vinden die ja, even goed is. Nou, ik heb iets goeds en iets slechts over de mascara te zeggen. Het goede is dat hij je wimpers echt mooi uit elkaar haalt en lang maakt. Het slechte is dat hij best wel waterig is. En als hij heel waterig is, geeft hij snel af. Je kunt ook hier zien, het is hier helemaal op mijn huid gegaan. En hier was het ook hier gaan, maar ik heb het al een beetje weggehaald hier. Maar je kunt denk ik nog wel een beetje zien. Dat is voor mij een reden om zo'n mascara niet meer te gebruiken. Maar ja, hij maakt je wimpers wel mooi lang en uit elkaar. Dus het is maar waar jij van houdt. Dit kun je er in principe gewoon van afhalen. Dus als je iets hebt van nee, ik vind hem super mooi, doe je ding. Oh god mensen, ik was gewoon bijna iets heel belangrijks vergeten. Maar goed dat ik het nog heb onthouden. Ik heb hier twee prachtige glitterige eyeliners van de Ethos, super mooi. Eentje is meer goud en eentje is meer zilver. Ze zien er echt super mooi uit in de verpakking. En ze kosten maar slechts 3 euro, super goedkoop. Nou, ik heb ze even geswatcht op mijn hand. Ze zien er echt super mooi uit. Die in het goud is ook echt goud. Alleen die andere is meer kleurrijker. Er zitten verschillende kleurtjes doorheen, heel mooi. Die in het goud heet gold en die andere kleur heet gunmetal. Ik ga de gunmetal opdoen op mijn ogen. Je kunt hem aanbrengen hoe je wilt. Je kunt het echt oprecht als een eyeliner aanbrengen of eroverheen. Over de zwarte lijn is ook heel mooi. Of je brengt het gewoon zo aan over je ooglid. Dat ga ik nu doen om het allemaal iets meer glitteriger te maken en iets feestelijker. Ik ben heel erg benieuwd of dit gaat zijn als hoe ik hoop dat het is. Ik ga het gewoon direct zo aanbrengen. Normaal had ik dit gedaan voordat ik de zwarte wing had gemaakt. Maar ja, ik was het dus vergeten. Oh mijn god, mensen, kijk hoe mooi. Dit is dus echt veel heftiger dan deze kant. Je kunt het meer normaal houden, zoals deze. Maar als je echt naar een feestje gaat of voor kerst en je wat heftig wilt zijn, is dit wel echt heel mooi. Ik heb niet te veel gedaan. Ik ben er oprecht maar 1 keer in geweest en heb toen gewoon heel lichtjes aangebracht. Nou, ik ga even dit bij het andere oog ook doen. En dan neppen, wimpers en dan kom ik zo terug. Oké, mensen, ik was alweer verder gegaan, maar de camera stond gewoon weer niet aan. Ik word er echt helemaal gek van. Oké, wat heb ik gedaan? Ik heb ook deze gepakt, gold. En die heb ik een beetje zo hier bij mijn onderste wimperrand aangebracht. Gewoon van binnen tot ongeveer hier zo. Ik vond het wel mooi, want dan heb ik toch ook een beetje glitter hieronder. En dan kon ik ook meteen zien hoe deze kleur eruit zag. Ik vind hem echt prachtig. Ik vind deze twee lekker heftig, lekker glitterig, super mooi. I really love it. Dit is echt mijn ding. Toen ben ik dus verder gegaan met het bronzen paletje. Dit paletje is ook echt super mooi. Hij is wel 7 euro, vind ik een beetje. Eentje aan de dure kant voor maar 2 dingetjes. Maar ja, holiday collecties zijn meestal ook wel iets duurder. En je krijgt best wel veel. Het is super groot. En toen heb ik dus met de bronzen gewoon overal gebronst. Hier bij mijn voorhoofd, hier bij mijn wang en bij mijn kaak. Wat ik van de kleur vond, ik vind de kleur mooi, maar
hij is iets te licht voor mij. Ik hou persoonlijk van iets meer een donkerdere blush. Maar ik vind het wel zo'n blush, ik bedoel bronzer. Maar ik vind het wel echt zo'n kleur die bij iedereen past. Op mijn huid is hij ook mooi. Het is gewoon mijn smaak dat ik hem gewoon iets donkerder wil. Maar in principe is hij iets donkerder dan mijn huidskleur. Ik had het misschien iets beter gevonden als ze 3 van dit soort paletjes hadden gemaakt. En dan licht, medium, donker of zo. Maar ja, dat is nou eenmaal niet. Het is gewoon 1 paletje en hij blendt mooi en de kleur is ook gewoon mooi. Toen ben ik ook nog verder gegaan. Ik had echt al best wel veel gedaan. Toen had ik weer dit paletje gepakt en deze kleur. En daarmee heb ik gewoon blush aangebracht, want het is een blush. Dus ik had het toen net gedaan bij mijn ogen. En nou gewoon als blush. Ik vind de kleur best wel gepigmenteerd. Dus je moet niet te veel aanbrengen, anders wordt het gelijk best wel veel op je wang. Dat had ik dus hier, waardoor het hier best wel roze is geworden. Maar alsnog vind ik het mooi, want ik hou van heel veel blush. Want zo ben ik. En ook die blush vind ik super mooi. En that's it. Voor de rest had ik nog niks gedaan. Oké, we gaan verder. Dan heb ik hier de Shimmering Drops van de Ethos. Dit is dus een liquid highlighter. Hij is er ook maar in 1 kleur. En hij kost 5 euro. Ook dat is een vrij normale prijs voor de Ethos. Er staat verder ook geen kleur op, omdat ze er maar eentje hebben. Het is dus een beetje goud. De perfecte kleur voor mijn huidskleur. Ik ben heel benieuwd naar deze. Oh ja, ik moet wel even vertellen. Ik snap dat de rule is, je moet geen liquids aanbrengen op poeder, maar met liquid highlighters is dat wel de bedoeling. Dit moet je kunnen aanbrengen op poeder, want daarvoor zijn het dus liquid highlighters, want die moeten erop en niet onder poeder. Want als je de poeder op doet, dan gaat de glow weg. Dus dat is niet heel, heel handig. Zo ziet de applicator eruit. Hij is heel erg dun. Ik ga even een beetje aanbrengen op mijn hand. Het is niet echt heel veel glow. Kijk, het is niet echt heel heftig. Het is meer gewoon een glansje. Of zo. Vloeibare highlighters zijn al niet zo mijn ding. En als ik dan deze bekijk, hij is denk ik niet heftig genoeg voor mij. Maar ik ga hem als basis gebruiken. En dan pak ik alsnog dit paletje weer. Want deze heeft een poeder highlighter hier. En dan ga ik die er overheen aanbrengen. Ik breng het gewoon direct aan op mijn jukbeenderen. Ik doe eerst gewoon deze kant. En dan gewoon met mijn vinger erin deppen. Er komt echt niks vanaf. Oké. Het is gewoon bijna gewoon mat. Er komt echt gewoon geen enkele glow vanaf. Like, what the F. Er moet toch wel een beetje iets van een glow in zitten. Het heet ook Shimmering Drops. Dus shimmer, dus glans. Dit is echt waardeloos. Sorry. Oké, dan pak ik even deze highlighter. Deze is ook weer super groot en hij is een beetje lichtroze. En die breng ik gewoon daar overheen aan. Ja, dit is al iets meer glans. Dit is een stuk beter dan die drops. Ook deze is niet heel heftig, maar er is tenminste wel een glans. Ik doe ook een beetje op mijn neus. Wat ik nog ga doen is ook de highlighter pakken in dit paletje. Ook die is een beetje lichtroze. En die breng ik daar overheen aan. Want die is toch iets heftiger. Als je echt gaat voor iets meer glow en iets heftiger, dan kun je het beste deze pakken. En dan heb ik hier nog 4 lipsticks. En de lipsticks zijn 4 euro. Ik zal eerst beginnen met de eerste. En dit is in de kleur Santa's Helper. Het zijn allemaal van die kerstkleurtjes. En dit is een beetje een bruinige rode kleur. Ik zal hem ook op mijn hand swatchen. Ik vind hem er wel echt heel mooi uitzien. Kijk die kleur hoe mooi. Dit is echt mijn kleur. Als je mij kent, weet je dat dit soort kleuren mijn kleuren zijn. Het heeft een beetje een paarse ondertoon. Een beetje rood-bruin paars. Nee, een beetje rood-bruin met een paarse ondertoon. Dat is hem. Ik en dingen beschrijven. Dan heb ik hier de kleur Jingle Bells. Deze is iets meer bordeaux-roodachtig. Iets meer richting de rood in plaats van bruin. Dan heb ik hier de kleur Mistletoe Fever. Deze is iets meer nude, iets meer roze. Dus iets meer voor de meiden die toch meer iets meer nude lipjes willen. Deze is ook echt super mooi. Ik vind alle 3 die kleuren zijn echt mijn ding. Ik vind het echt heel mooi. En dan de laatste kleur en ook de meest aparte kleur. En deze heet Sparkle Away. Super apart. Hij is zo groen, goud of zo. En dan met echt glitters. Ik ga hem even swatchen. Ik ben echt super benieuwd hoe dit dan wordt. Hier is hij. Kijk die laatste onderste kleur. Het is gewoon een hele lichte glans. Misschien mooi voor op een lipstick of zo. Maar er komt niet echt kleur vanaf verder. Nou, ik vind hem echt super apart. Ik ga hem kijken of er liggen. Ja, er komt echt gewoon een glans, een glitter vanaf. Het is niet te heftig. Oh, op zich vind ik het wel mooi. Het is niet te veel. Oké, even kijken welke kleur ik ga opdoen. Nou, ik ga voor de allereerste kleur Santa's Helper. De iets meer paarsbruine, omdat hij goed matcht met de ogen.
En het is geen matte kleur, het is gewoon een glanzende normale lipstick. Oh my god, super mooi, echt super creamy. Het brengt heel fijn aan, ook gewoon gelijk veel pigment. Hij matcht ook mooi met mijn nagels. Nou, ik ga de andere kleuren ook gewoon opdoen om het te laten zien. Dan pak ik nu de kleur Jingle Bells, de iets meer roodachtige kleur, perfect voor kerst. Ook weer een prachtige diep rode kleur. Hij past niet met de ogen, maar wel super mooi als je meer voor een nude ooglook gaat. Meer bruin of meer naturel. En dan met deze lippen, super mooi. Ze brengen ook echt super luxe aan. Ze voelen echt als MAC lipsticks of zo. Ik vind ze echt heel mooi en heel fijn aanvoelen. Dan pak ik nu de laatste kleur, Mistletoe Fever. En dit is de meer nude kleur, de meer naturel kleur. Oh mijn god, ook weer echt een hele mooie kleur. Hij is toch wel best wel roze. Hij is toch wel iets meer aanwezig dan dat ik dacht. Het is niet echt heel nude, het is wel echt een kleur. Maar ik vind hem absoluut echt heel erg mooi. Wat ik wil gaan doen is de kleur Sparkle Away erop doen. Ik moest best wel hard drukken om er glitter van af te krijgen. Dus ik ben bang dat dan de lipstick eronder af gaat ofzo. Maar ik ga het gewoon proberen. Oké, de hele lipstick is nou roze. Ja, er komt echt een hele minimale glitter vanaf. Ik zie hier echt misschien 3 of zo. Ik weet niet. Ik vind het concept heel leuk, maar ja, in de praktijk, het werkt gewoon niet echt. Ik ga die eerste kleur weer opdoen. En dan heb ik als laatste de Glitter Hair & Body Spray. Super apart, super leuk. Hij is maar 5 euro. En dit is dus een spray waar glitter uitkomt voor in je haren. Of ja, op je lichaam, op je gezicht. Ja, voor op je gezicht is misschien een beetje too much. Maar het is tenminste voor hair and body. Ik heb hem al een beetje gedaan op mijn hand. Ik vond hem super mooi. Ik ga hem niet doen op mijn haar. Ik heb mijn haar net vandaag gewassen. En ik heb geen zin om hem opnieuw te wassen. Maar ik ga een beetje doen op mijn hand om het toch te kunnen laten zien. En je moet gewoon echt drukken en dan komt er gewoon van alles uit. Ik ga een beetje zo doen op mijn hand. Het is echt heel erg mooi. Maar ik hoop dat de glitters een beetje goed oppakken op camera. Volgens mij niet echt, maar het is in ieder geval echt super glitterig, super mooi. Ik hou hier echt van. Ik vind het echt heel leuk. Dit is dan het verschil met allebei de handen. Bij deze hand is er dus niks en hier zijn dus de glitters. Ik vind deze echt super leuk. Vooral als je iets aandoet met spaghettibandjes en je dan gewoon een beetje zo aanbrengt op je armen of hier zo. Nou mensen, dit waren dan alle producten van de Ethos Holiday collectie. Ik vond de lipsticks super mooi, behalve die ene met zo'n glitter. Ja, ik denk dat het concept is heel leuk, maar ja, het werkt gewoon niet echt. Voor de rest, die andere brengen echt heel mooi aan. Misschien ook slim om het met een lippotloodje aan te brengen, want het is een beetje lastig om het mooi strak te krijgen. En dan dit face paletje, ook een heel leuk paletje. Ook handig voor to go en je krijgt best wel veel. Face paletje vond ik ook heel mooi. Hele mooie oogschaduwen. Ik heb er een leuke look mee kunnen maken. Is het beste paletje ever? Absoluut niet. Dat andere paletje van de Ethos was echt meer gepigmenteerd dan deze. Ik vind het paletje wel heel mooi, omdat je ook gelijk een blush erbij krijgt en een highlighter. Dus het is een heel handig paletje voor to go. Deze twee zijn echt de winnaars van vandaag. Kijk die glitter mensen, dit is echt prachtig. Deze highlighter. Nee. De mascara. Ik vind bijvoorbeeld deze mascara van de Ethos beter, dus... Maar deze is wel mooier. En dan als laatste deze Glitter Hair & Body Spray. Super, super mooi. Mensen, hij is maar 5 euro. Je kunt er echt een eeuwigheid mee doen. Ik vind deze ook zeker mooi. Nou, laat me vooral weten wat jullie ervan vonden. En van de make-up look en de producten. En of je al iets hebt en of je het gaat halen. Let me know in de comments. Laat gewoon even iets van je horen. Dat is altijd leuk voor mij. Vergeet ook vooral niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. En af en toe extra video's, net als vandaag. En dan plaats ik hier alvast 2 andere video's die je kunt gaan kijken. En mijn hoofd om makkelijk te kunnen abonneren. Mocht je dat nog niet hebben gedaan. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!